Goedemorgen allemaal, we hebben net ontbeten en we gaan onderweg naar de Chinese muur. En we hebben er zin in. En we moeten eerst even wachten totdat we daarheen kunnen. Maar het is echt heel ver weg, helemaal daar bovenop. Dus dat wordt nog een uitdaging. Met dit gaan we naar boven. En als we helemaal boven zijn, en we zijn klaar, gaan we met dit naar beneden. Een rodelbaan of zoiets. Nou, ik zit nu in de lift met de moeder van Anthony Delano. En het is echt super gaaf hier, echt super hoog. Achter ons zie je echt allemaal bergen. En we zijn er al bijna. Daar kan je al de Chinese muur zien. En hier zie je de rodelbaan. Daar gaan we mee terug. Dus dat lijkt me wel gaaf. Het uitzicht hier is echt niet normaal. Echt. Je ziet de Chinese muur daar zo nog doorlopen. Echt niet normaal. Nou, we zijn al best ver. Maar steeds als ze bij een torentje aankomen, moeten we nog verder. En we zijn allemaal helemaal moe. We gaan weer terug naar beneden. Met de ik weet niet hoe dat heet. Rodelbaan. Maar dat ga ik dan ook filmen. Ik zit nu in de rodelbaan. En het is echt super vet. Ik ga echt wel snel, maar het is wel echt eng als je bochten gaat maken. En eigenlijk mag ik niet filmen. Maar ik doe het toch even zo. Want het is echt super vet. Wat vertel ik van vandaag? Het was leuk, maar ook zwaar, man. Het was zwaar, ja. Gelopen. We zijn aangekomen bij de wedstrijd van Beijing gewoon onder 19. We wilden net gaan kijken. Maar dan komen we aan. Is het rust. Dus heel even wachten tot ze weer terugkomen. Dan kunnen we maar 10 minuutjes kijken omdat we zo weer moeten eten. Nou, ze komen weer. En dit is Beijing onder 19. Groene. De club ken ik niet, want ik kan het daar zo niet lezen. We hebben niet veel van de wedstrijd kunnen zien, maar gelukkig hebben we wel 2 doelpunten kunnen zien. 2 mooie doelpunten. Steve en ik lopen nu terug naar het hotel omdat we zo moeten eten, maar we moeten ook nog even omkleden. En eenmaal klaar met eten gaan we naar het theater. En daar hebben we ook al veel zin in. Daarachter kan je het theater zien. En ik hoop dat het een leuke wordt, want ik heb echt geen zin in de saaien. Het ziet er heel mooi uit. Schuift om een mooi podium. En we zitten lekker vooraan. En je kan ook nog helemaal daarboven zitten. Hallo, wat gaan we doen? Maar ik vind dit wel een lekkere plek hoor, als ik het moet zeggen. Kan niet meer. Dus, ik dacht bij theater echt saai zo, meestal is het zo, maar dit is echt niet, echt je weet echt niet wat je meemaakt. Allemaal motors en fietsen en allemaal gekke dingen. We zijn wel een beetje gek, maar ja, echt. Van 8 jaar tot 20 jaar of zo. En lenig dat sommigen zijn. Dat was echt super gaaf. Samen met Lee. Dat was echt heel erg leuk vandaag. Ja man. Vertel eens wat over. Vandaag, wij gingen naar Chinese muur. Dat was heel leuk. En daarna hebben wij een lunchje in de Chinese muur. En ja. We hebben daar gegeten, pizza, patat. Ja. Dat was wel lekker. En daarna zijn we naar het theater geweest. Dat was echt super gaaf. Ik had niet verwacht dat het zo gaaf zou zijn. En wij gaan slapen, wat rusten. Doei. Ja.